Ongeveer 50 atleten starten in het Enschedese sportpark voor de derde internationale marathonrace. Onder hen de nationale kampioenen van Frankrijk, Noorwegen, Engeland en Finland. In een flink tempo beginnen ze aan de eerste van de 42 kilometers. Al direct vormen zich enkele kleine groepen van voornamelijk buitenlanders. De Engelsen Aiden en Scott lopen samen. Als we nog verder naar voren gaan, treffen we de Noorse kampioen Sistad. Dicht in zijn buurt bevindt zich onze landgenoot Overdijk van AAC die een nieuw Nederlands record gaat vestigen. Een groepje van drie heeft de leiding in de race. Het zijn de blonde Finn Carvonen, nummer 52, en de Fransen Josset en Serou. Vooral Serou en Carvonen maken het elkaar lastig. Josset kan het hoge tempo niet bijbenen en moet lossen. De Engelsman Richards, nummer 58, komt gedurende korte tijd zijn plaats innemen. Maar ook hij kan het niet bolwerken. Halverwege wordt het dan een duel tussen Carvonen en Serou. In Haaksbergen zijn ze nog bij elkaar. Maar op de weg naar Beckham weet Carvonen zijn Franse rivaal los te lopen. Juister gezegd, Serou kan het tempo niet meer volgen. Langzaam maar zeker wordt de afstand tussen de beide atleten groter. De Finse kampioen loopt zonder merkbare inspanning, als een goed gesmeerde machine. Geen ogenblik is er een inzinking. In een prachtig volgehouden tempo legt Carvonen ook de laatste kilometers af. Enschede begroet hem met warm enthousiasme. Na 2 uur en 29 minuten komt de Fin zich in het sportpark in de krans hijsen. En hij heeft dan zelfs nog zoveel energie over dat hij met die krans een ereronde loopt.